De verhoging van omzetbelasting naar 12% per 1 oktober is een grotere nekslag voor de productie dan voor de handel. Wilgo Wilkerdijk, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, zegt dat de handel de omzetbelasting slechts zal doorberekenen. Dit in tegenstelling tot de productiesector die in een nog ongunstigere concurrentiepositie wordt gebracht. Is gesteld en dat gaat eigenlijk veel mensen gaat niet leuk vinden, maar wij zeggen van als je geld nodig hebt, zoek het dan desnoods bij de import. Want dan ontmoedig je een beetje die reguliere importen, terwijl je juist die lokale productie gaat stimuleren. Het is op verschillende manieren. Een van ze is zeker belastingsincentives. Dus juist incentives die juist omlaag gaan voor een x-periode. Zeg van hey, 2 jaar, 3 jaar, dan krijg je een tax holiday of een schaalverlaging. Zodat je kan bewegen, je kan move. Je houdt daarbij ook nog jobs. En dus als mensen jobs hebben, kunnen ze een aantal dingen wel betalen. Nu heb je hoge mate van werkloosheid. Men dat onderschat dat. Maar die informele sector leeft niet vanwege die lockdown enzovoorts. Maar in ons, ook in Suriname, is bijna 80-90% van de economie is in de informele sfeer. En daar heeft de overheid totaal geen grip op. Voor wat de productiesector betreft is Wilkerdijk voorstander van het saneren van import, omdat er te veel dollars worden uitgegeven. Op dit moment worden er door de overheid allerlei maatregelen getroffen om inkomsten te genereren. Maar vraagt Wilkerdijk, waar blijft de financiering van de productie? Want die andere dingen komen snel toch? Dus eigenlijk OB en Akisnel, die zijn Akisnel erop. Maar die andere maatregelen komen niet, want je wil wel nogmaals met heel veel nadruk die lokale productie moet je stimuleren. Om zoveel redenen, het is niet één reden. En die reden is zeker niet om mensen rijk te maken. Je wil jobs garanderen, je wil je importen, wil je minimaliseren, je wil exporteren. Dat soort dingen wil je doen. Dus er zijn meerdere redenen waarom je dus faciliteerd moet zijn naar die lokale productie. De ASFA-voorzitter laat nog een waarschuwend geluid horen dat het maken van beleid niet gebagatelliseerd mag worden, want de rekening zal ook niet uitblijven.